In deze uitzending, het SEC Theater aan de Parkweg sluit de deuren. Ook is er weer een agenda. We beginnen met de Atelierroute in Lunteren. Welkom bij Mooi Zo! Op 10 en 11 juni jongstleden werd voor de 14e keer de Atelierroute Lunteren georganiseerd. De kunstenaars, tegenwoordig Kunstlijn Lunteren genoemd, stelden hun ateliers open voor publiek. Ook waren er een aantal gastexposanten. Het waren mooie dagen met beeldende kunst, muziek en veel bezoekers. Aan Ivonne van Prehn Wiese de vraag wat voor werk zij maakt. Ik maak heel divers werk eigenlijk, maar ik ben vooral een organisch vormgever. En dat wil zeggen dat je niet altijd ronde of vormen maakt of dat je organische materialen gebruikt. Maar het gaat vooral om de beweging in de vormen. En ik hou heel erg van de driedimensionale, dus ik maak veel beelden. En op het moment ben ik heel erg bezig met reliëfs. Dat is natuurlijk eigenlijk wat platter, maar daar kun je toch heel veel diepte in brengen. Dus het is alsof je als het ware uit een muur een vorm laat komen. En dat is een nieuw onderzoek voor mij. En het leuke is dat je dan ook in materialen kan werken die niet zo kostbaar zijn. Nestor van de Lunterse kunstenaars is Marieke Bouwman. Zij vertelt over haar werk. Nou, het ventewerk is eigenlijk voor een groot deel gebaseerd op etsen die ik vroeger gemaakt heb. Die wilde ik ook al driedimensionaal maken, maar nu lukt het wel met de keramiek. Ik gebruik meestal transparante glazuur en de kleuren breng ik aan met pigment. Dus ik bak eerst op biscuit, dan ga ik de plaatjes beschilderen met pigment. En die worden dan al of niet geglazuurd, later op 1050 graden. De Bennekomse beeldend kunstenaar Nicole Bischoff was gastexposant bij Koos Hoving. Ik laat me eigenlijk inspireren door alles. En voornamelijk gewoon natuurlijke vormen, maar gewoon eigenlijk ook van hoe ik me net voel op dat moment dat ik iets doe. Door het hout zelf, op het moment dat het gewoon vergroeid is, of dan gaat de vorm komt er vanzelf in. Dus het is eigenlijk, zeker als je met de gids bezig bent, dan is het eigenlijk de gids die je me doorheen leidt. En heel soms heb ik gewoon een ontwerp, maar meestal eigenlijk niet. Dan gebeurt het gewoon. Nicole maakt beelden in hout. De houtsoorten zijn bepalend voor het beeld. Ik gebruik eigenlijk alles wat ik kan krijgen. En op dit moment heb ik te veel, dus ik hoef niks te krijgen. Maar ik ga geen tropisch hout gebruiken, zeg maar. Het moet echt hier uit de buurt komen of hier groeien. Of daar waar ik geboren ben, maar gewoon niet uit de tropen. Is het belangrijk dat het hout uitgewerkt is? Dat heb je bij meubelmakers. Is het gewoon belangrijk dat het droog hout is en goed op een goede manier gedroogd wordt. Bij beeldhout, bij beeldmaken is het gewoon eigenlijk veel belangrijker dat het gewoon... je moet eigenlijk... Hoe harder het wordt, des te moeilijker is het bewerkbaar. Dus als je bijvoorbeeld een eikenstam neemt, dan moet je niet lang wachten, want dan komt er wel doorheen, maar veel zwaarder. Dus je gaat eigenlijk ook met nat hout werken. Vorig jaar 2 keer in Londen ben ik uitgenodigd om te exposeren. En daar viel men ook op dat dit een soort van keramiek was die je niet zo vaak ziet. Marieke legt de betekenis uit. Er zit vaak een relatie in met plattegronden, maar in de blauwe daar zit meer een, vooral de donkerblauwe, een soort dreiging in. En die heb ik verbonden met de vervuiling van onze oceanen. Dat is ook wel te zien als je wat dichtbij gaat kijken. Dus je hebt eigenlijk een beetje een boodschap met je werk? Dat probeer ik wel, ja. Niet al te nadrukkelijk, maar mensen die er gevoel voor hebben, dat komt wel over. Ik sta hier aan de Parkweg voor pand nummer 53. En dat is ook het pand waar het SEC Theater gevestigd is. Kijkt u nog maar even goed, want binnenkort staat het pand er niet meer. Het gaat gesloopt worden. En dat betekent ook het einde van het SEC Theater hier aan de Parkweg. Vanavond, 2 juni, is ook het laatste kunstcafé. En we gaan zo meteen aan Arno Stets vragen hoe het nu verder moet. Gaat het je aan je hart dat dit pand gesloopt gaat worden? Ja, ik heb hier toch een aardige geschiedenis. Ik heb hele mooie dingen meegemaakt. Heel veel mooie optredens van bijzondere mensen gezien. Dus dat gaat mij zeker aan mijn hart. Zijn er al plannen om straks verder te gaan ergens anders? Ik heb een aantal opties die nog niet gelicht zijn. Dus ik kan er nog niet echt iets over zeggen, concreet. Maar wat ik wel merk is dat er in Ede Centrum dus, dat er heel veel mensen heel geïnteresseerd zijn in het SEC-theater. Het een heel groot warm hart toedragen. En hopen dat het in het centrum komt. En ik hoop dat ook. Misschien iets samen met Cultura, want binnenkort het pop-up festival, ga je dat ook doen? Ja, pop-up gaat samen met Zomerbries Festival, omdat die heel erg op elkaar lijken. Wat ik doe hier is heel erg laagdrempelig. Dus in die zin ligt dat toch weer net een tikkeltje anders dan bij Cultura, die op iets andere manier insteekt. Ik denk dat het ook goed is dat er verschillende aanboden zijn in Ede. Dus ik denk dat ik dit in die zin van Cultura, dus dat die hun ding doen hierin en ik ook qua SEC-theater, dat ook hier zo houdt, zeg maar. Ja. Het kunstcafé, wil je dat later ook voortzetten als het mogelijk is? Is wel de bedoeling, ja. Het is, elk jaar is het gewoon weer gegroeid. Steeds meer mensen kennen het kunstcafé. Het zit altijd propvol hier. En je merkt dat die drempel is gewoon heel laag. Dus ik heb heel veel mensen ook een eerste optreden gegeven, zeg maar, of een eerste expositie. En ja, dat zijn vaak mensen die heel erg gepassioneerd zijn. En ook weer heel veel mensen meenemen. En ja, dat vind ik gewoon heel fijn dat je die mensen een platform kan geven. Dus dat wil ik in het komend seizoen heel graag weer doen. Wat stond er vandaag op het programma? Epic is Good uit Wageningen. Die stond al een tijdje eigenlijk op het lijstje. En nu toevallig komen ze dus bij het laatste kunstcafé komen ze hier. Nou, dat is een festivalband met een enorme power en uitstraling. Dus ik vind ze heel erg passend om hier te hebben. Verder hebben we het Momo theaterwerkplaats. Die laat een film zien, die maken hele leuke films. Hebben ze 1 keer hier laten zien. Ze hebben nu een nieuwe film uit. Die gaan ze laten zien. Pino, dichter en zanger, die maakt elk kunstcafé maakt die 2 nieuwe liedjes. En aan het eind van dit seizoen hoopt hij een cd samen te stellen van deze liedjes. Nou, die gaat ook weer optreden. Verder hebben we het Willeke Alberti project wat voorgesteld wordt om Willeke Alberti naar Bennekom te halen om te zingen voor mensen met dementie. En nou, dat is het programma zo'n beetje. En voor de rest gewoon gezellig samen zijn en lekker drinken en straks het gebouw afbreken als het even kan, hè? Hartje Ede op het Oude Kerkplein vindt zaterdag 24 juni voor de tweede keer het gratis festival Zomerbries plaats. Een festival waarin internationale straattheatervoorstellingen worden opgevoerd en publiek wordt vermaakt met theateracts en indrukwekkende installaties. Laat u verrassen tijdens het winkelen of zorg dat u als liefhebber het programma op het Oude Kerkplein van begin tot eind meemaakt. Van 24 juni tot en met 9 juli exposeren Gea Breeschoten en Piek van Galen in Huis Kernen met schilderijen en bronzen en stenen beelden. Gea Breeschoten is gefascineerd door het maandenlange proces van modelleren in de zachte was, het gieten in brons en het ciseleren en patineren van het harde brons. Piek van Galen laat zich in zijn recente werk inspireren door de beschikbare steen. Het uiteindelijke beeld ontstaat dan pas tijdens het maakproces. Pink Floyd coverband The Steel Breeze is opgericht in 2004 en heeft sinds het debuut in 2005 naam gemaakt binnen de Nederlandse Floyd scene. De band behoort tot de top van Pink Floyd coverbands. The Steel Breeze richt zich vooral op muziek van Pink Floyd uit de jaren 70 en het repertoire brengt dan ook veel nummers van de albums Dark Side of the Moon, Wish You Were Here en The Wall. Op 23 juni staan ze in het Openluchttheater. Tot zover deze uitzending. Reacties kunt u mailen naar mooizo@edetv.nl. Een nieuwe aflevering is te zien vanaf 3 juli. Voor nu dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.